Mijn naam is Lennart van der Kolk. Ik ben field engineer bij Vitoterra. Onze branche bestaat uit de tuinderij, industrie en een klein beetje utiliteit. Vandaag zijn we hier bij Ammerlaan, een tuinder. Hierbij gaan wij onderhoud uitvoeren aan de cv-ketel en de brander. Hierbij maken wij gebruik van de Testo 350. We hebben vanochtend op de zaak de maandelijkse spancontrole uitgevoerd. Zojuist hebben we het onderhoud uitgevoerd aan deze brander en dat gaan we nu voltooien met een stookproef. Een van de voordelen van de Testo 350 is absoluut dat hij een enkele meetslang heeft. Dus geen losse slangetjes voor je temperatuuropnemer of je rookgasaanzuiging. We gaan nu een rookgasmeting doen. We zijn nu klaar om de stookproef te gaan doen. Een ander groot voordeel van de Testo 350 is dat de handheld unit los kan worden genomen uit de analysebox, waardoor we op afstand de rookgasgegevens kunnen uitlezen. We gaan nu een stookproef uitvoeren. We gaan de brander aanzetten. Na het ventileren van de ketel begint de ontsteking. Dat zal plaatsvinden door eerst een kleine vlam, de aansteekvlam. Vervolgens wordt het hoofdgas geopend en dan ontstaat er een grote vlam die voor de verwarming gaat zorgen. Er is ook nog een handige app beschikbaar waardoor je dit scherm kan uitlezen op je telefoon of tablet voor extra mobiliteit. Een ander groot voordeel van Testo 350 is dat deze is voorzien van een Peltier-koeling, waardoor deze geschikt is om de rookgassen terug te koelen. Ideaal voor de Scope 6, oftewel de NOx-meting. Een tip voor de meetcellen te beschermen, zorg altijd dat je verdunning automatisch aanstaat en niet meer dan 40.000 meter. Nog een puntje van opbouwende kritiek, Testo. Het is een ontzettend fijn apparaat om mee te werken, alleen de koffer is wel heel erg log. En het zou mooi zijn als deze in het vervolg wat kleiner kan, zodat deze wat minder ruimte in je kofferbak in beslag neemt. Alles bij elkaar opgeteld is de Testo 350 een erg fijn apparaat om mee te werken. Vooral de handheld unit is erg fijn als de afstand tot de analysebox en de werkplek wat groter is. De Peltier-koeling is heel erg fijn om mee te werken voor de NOx-metingen. En het apparaat is nauwkeurig en betrouwbaar.